Vraag of we nu moeten laten verhuizen door een verhuisbedrijf of zelf moet gaan verhuizen. Ja, goede vraag. Je hebt natuurlijk te maken met de tijd en energie die je erin wil stoppen. Met de kosten natuurlijk. En verhuisbedrijf loopt toch al snel richting de 500 euro. Een busje huren, wat je ziet, 100 euro. Maar goed, met de bijkomende kosten, daar moet ik wel eerlijk over zijn, is het die 150 à 175 euro. Benzine, allerlei opbergmaterialen en shortbanden, et cetera. En een verzekering. En je kan natuurlijk gewoon met een aanhangwagen verhuizen zelf. Maar goed, voordelen verhuisbedrijf. Je hoeft zelf niks te doen behalve zeggen wat waar moet komen te staan. Je moet natuurlijk die partij even opdracht geven. Prijzen vergelijken van de verschillende bedrijven. Maar je ziet, ze rijden in één keer. Want als ze nou een wagen vol zit, dan heb je waarschijnlijk heel huis in één keer verhuisd. Ze komen in één keer met veel mensen. Groot voordeel, dus het is veel sneller. Het kost jou minder tijd. Het kost ook jouw familie minder tijd en je vrienden. Je hoeft geen beroep te doen op je vrienden om te komen helpen. Dus dat is natuurlijk een groot voordeel. Nadeel is natuurlijk dat er wel vreemde mensen in je huis komen. Maar goed, alles is toch opgeborgen. En het zijn natuurlijk betrouwbare mensen. Want anders beginnen ze niet een verhuisbedrijf met goede namen. Dus check natuurlijk ook de referenties. Dus dat zijn de voorne nadelen van een verhuisbedrijf. Nou, de kosten had ik al genoemd. Zelf verhuizen kost dus meer tijd. Dat is dus een nadeel. Laat ik met de nadelen beginnen. Kost veel meer tijd. Kost jezelf meer energie. Je moet toch mensen vragen. Want een bank of een bed til je niet alleen op. Dus dat zijn wel nadelen. Maar goed, in een dag met zo'n bus, dan heb je eigenlijk bijna ieder huis wel verhuisd. En natuurlijk voor een fractie van de kosten. Nog goedkoper natuurlijk met een eigen aanhanger. Maar dan moet je dus veel vaker rijden. Plus dan zit alles in weer en wind. Dus ze kunnen de spullen makkelijker beschadigen. En de mensen heb je langer nodig. Dus als je mensen wil vragen om te komen helpen verhuizen, dan is dat misschien wel een bezwaar als je met een kleine verhuiswagen of nog een kleinere aanhangwagen rijdt. Dus kun je rekening houden. Voordelen natuurlijk. Veel goedkoper zo'n busje huren. En ook alweer gezellig en ook een beetje een manier om nieuwe huizen te leren kennen. Maar ik moet zeggen, dat is geen voordeel voor iedereen, maar voor sommige mensen wel. Dus dat zijn de overwegingen. Maar goed, ik zal in het bericht alle voor- en nadelen naast elkaar zetten. En ook even een checklist wat je echt nodig hebt voor als je zelf verhuist of als je laat verhuizen. Want er komt toch wel een aantal voorbereidingen bekijken die je in beide situaties hebt. Dus die zal ik bij het bericht zetten. Mocht je dit zien in YouTube, deze video, dan zal ik de link van dat bericht en die checklist dus, die je kunt downloaden, onder deze video zetten. Nou, bedankt voor het kijken en ik hoop dat je er iets aan had. En ik zou het waarderen als je deze video waardeert met een duimpje, zodat we meer mensen kunnen helpen met verbouwen en verhuizen. Dankjewel.